Ze zijn nog een beetje onwennig, maar daarom niet minder gemotiveerd. De nieuwe parlementsleden zijn klaar om erin te vliegen. U gaf hen het vertrouwen, nu is het aan hen om u gelijk te bewijzen. In Actua 1 stellen we u enkele nieuwe, beloftevolle parlementsleden voor. Ik ben Elke Sluers, ik ben 42 jaar alleenstaand, maar afkomstig uit een groot gezin. Ik ben rechtstreeks verkozen senator voor de N-VA. Ik ben van beroep gynaecoloog met subspecialisatie prenatale diagnostiek. Ik zal het ambt van senator met plezier en veel inzet aanvaarden en ben nu volop aan het kijken hoe ik dat toch deels kan combineren met bepaalde deelgebieden van mijn vak als gynaecoloog. Wat heb ik allemaal gedaan? Eerst en vooral onze kiesplicht gaan vervullen. We hadden ook een paar volmachten, dus de anderen van het gezin zijn nog in andere kiesbureaus moeten gaan stemmen, omdat er dus ook veel mensen op verlof waren. Dan hadden wij doodleuk een straatreceptie van de wijk. Hebben we dus ook goeiedag gezegd. Er zijn een paar mensen een aperitief komen drinken. Dan zijn we langsgegaan bij mijn broer en schoonzus, omwille van Vaderkensdag ook, omdat zij kort geleden haar vader is verloren en we daar toch wel eventjes aandacht wilden aan besteden. En dan ondertussen natuurlijk de verkiezingsresultaten al bekeken, maar toch nog vrij rustig, omdat we weten dat we altijd voorzichtig moeten zijn. En dan tegen 6 uur ben ik naar de handelsbeurs gegaan met mijn familie, omdat we daar afgesproken hadden met de partij. Het unieke was dat in de loop van de avond het enorme succes duidelijk werd natuurlijk. Dus we hebben al vaak iets verloren ook. We hebben al vaak zeer triestige verkiezingsavonden gehad. Nu moet ik zeggen, in het begin waren we nog allemaal vrij rustig. We konden het allemaal zo niet geloven. De eerste resultaten kwamen binnen en leken toch zeer goed te zijn, wat meestal wel al een indicatie is. Maar toch was het voor ons zo van voorzichtig zijn, niet te vroeg juichen, het vel niet verkopen voor de beer geschoten is. Maar dan in de loop van de avond was het natuurlijk wel duidelijk en dan was het toch wel een heel leuke sfeer van opluchting, ongeloof, bijna altijd ongeloof en een gevoel van wauw, dat kan niet waar zijn. Het is beter dan de voorspellingen gezegd hadden. Laat ons toch nog altijd, en toch nog altijd dat tikkeltje van ja, het is toch niet waar. Hebben ze zich toch niet vergist? Maar dan ja, natuurlijk verder en verder in de loop van de avond was het natuurlijk feest. En een heel leuke sfeer van ja, we hebben gewonnen. En dat is voor ons ook wel de eerste keer in ons leven. Dus dat was een heel leuke avond. En voor zeer veel mensen die al lang, en zoals ook mijn familie, bezig zijn van in de WU en in de N-VA, was dat een gevoel van eindelijk, we mogen ook eens vieren en mensen hebben naar ons geluisterd. Een gevoel van, ja, oké, mensen hebben geluisterd en we zijn er, maar nu begint het pas. Ik denk omdat we rechtlijnig zijn. Ik denk het is een boodschap die we al lang uitdragen. Het is een boodschap waar ik ook al van in mijn jeugd en in mijn studententijd achter sta, waar ik in geloof. Waarin dat we zeer veel ongeloof altijd meewarigheid zelf hebben gemerkt bij andere mensen. Maar toch, ja, we geloofden erin en we gingen ervoor en we gingen verder. En de laatste 3 jaar, denk ik, is het ook duidelijk geweest dat we zeer standvastig geweest zijn. Geert Bourgeois heeft zijn ministerpost daarvoor opgegeven. En ik denk dat mensen dat nog altijd, dat inderdaad beloond hebben. Ik had altijd een beetje schrik dat mensen kort van geheugen zijn. Maar ik denk dat we inderdaad beloond zijn voor de duidelijke boodschap die we hebben, waarin dat wij inderdaad geloven en waarin dat we achterstaan. En die we zeggen, kijk, we blijven het herhalen, maar dat zijn wij en daar gaan we voor. En als jullie dat willen en jullie willen de verandering waar dat wij denken dat ons land naartoe moet en wat wij denken dat de toekomst zal zijn, dan moeten jullie voor ons stemmen. En die boodschap is blijkbaar nu wel overgekomen en vroeger niet, maar nu duidelijk.
Dat is altijd moeilijk. Het is altijd een beetje een verwondering van waarom stemmen voor mij en waarom stemmen mensen voor mij. Dat is altijd een beetje een netwerking, denk ik. Ik denk dat het ook mensen zijn die mij niet kennen, natuurlijk. Deels waarschijnlijk omdat ik al een paar keren op de lijst gestaan heb. Ik ben geen nieuwkomer op de lijst, dus ik denk dat mensen mij blijven steunen zijn. Ik kom ook uit een familie van Volksunie. We zijn een beetje een politiek nest, zoals dat we noemen. We zijn altijd maatschappelijk geëngageerd geweest. Mijn ouders zijn zeer maatschappelijk geëngageerd geweest. Ik ben ook maatschappelijk geëngageerd geweest. In veel verenigingen actief geweest als kind, als tiener. Later dan door mijn job, denk ik. De verschillende plaatsen waar je als arts werkzaam bent, als assistent. Zo leer je natuurlijk meer mensen kennen. En zo denk ik via kom je aan een bepaald stemmenaantal. Het aantal dat ik gehaald heb is natuurlijk niet te verklaren. Ik weet het ook niet goed waarom dat mensen... Ja, want ik ken geen 42.000 mensen natuurlijk. Dat weet ik niet, maar toch is het zo. En het is wel een verrassing en het was een zeer aangename verrassing. En ik wil ze dan ook allemaal bedanken voor de steun die ze mij gegeven hebben. Ik ben eerst een beetje moeten bekomen van de schok, ga dat eerlijk zijn. Hoe dat ik mij voorbereid, momenteel heb ik mij nog niet echt voorbereid, omdat we nog aan het afwachten zijn met onze commissies en zo. Die moeten nog verdeeld worden. In de Kamer is dat al gebeurd, bij ons in de Senaat is dat nog niet gebeurd, omdat de andere senatoren nog moeten geïnstalleerd worden. Dus afhankelijk een beetje van de commissies waarin dat ik zal zetelen, zal ik mij dan ook op die punten studeren en verder bekwamen. Terwijl nu is het een beetje blind weg, andere bepaalde punten. Anderzijds gaan we ook zomeruniversiteit krijgen en zullen bepaalde punten vanuit de partij nu in juli komende en augustus zijnde, zullen we voorbereid worden hoe het parlementair werk zich gedraagt en wat politiek en het politieke stil inhoudt. En daar moet ik zeggen, kijk ik wel naar uit om toch een beetje zo van die richtlijnen te krijgen van wat zijn de geplogenheden in dit huis. Dat is een goede vraag. Ik ben natuurlijk een arts, ik ben gynaecoloog, dus mijn werkveld is altijd het ziekenhuis. Dus ik ken niet veel van defensie, dat geef ik toe, hè, of andere zaken. Dus ik denk dat artsen ook bepaalde, en patiënten, zowel artsen als patiënten, bepaalde vragen hebben. En dat wij natuurlijk een spreekbuis kunnen zijn en zo bepaalde problemen kunnen aankaarten die op structureel gebied moeten aangepakt worden. En ik zal me daar dus de komende jaren op toeleggen als er bepaalde zaken zijn die mij te horen komen door op het werkveld te zijn en zeggen, kijk, dat is toch wel een structureel probleem. Ziekenhuiswetgeving en zo zijn toch allemaal zaken die allemaal ingewikkeld zijn, maar dat er nog kan aangesleuteld worden. En dan zo zal ik mij daar dan op toeleggen. Momenteel ben ik daar nog volop mee bezig dat te organiseren. Ik zeg het, ik ben gynaecoloog in een universitair ziekenhuis. Ik ben voornamelijk gespecialiseerd in de prenatale diagnostiek. Dus ik kan die job geen 100% combineren met het ambt van senator. Dus ik wil mijn ambt opnemen. Ik wil dat ook proberen goed te doen en mijn best daarvoor te doen. Dus ik ben nu volop bezig met het ziekenhuis aan het kijken en aan het zoeken hoe dat we bepaalde zaken toch nog kunnen doen en in welke mate en hoeveel percentage de job nog zal uitgevoerd worden. Ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen, hoe bescheiden misschien ook. Het is allemaal nog nieuw. Dus ik weet dat het parlementair werk is een werk van veel zoeken, uitzoeken, dossiers samenstellen, dossiers bestuderen. Dus ik hoop dat ik daarin kan wegen in voornamelijk zaken dan denk ik toch gezondheidszorg. En dat ik daarin mijn steentje kan bijdragen in kwestie van zaken aan te kaarten en misschien zelf van te veranderen of bepaalde wetten in te dienen of te steunen. Dus laat ons zeggen dat nog allemaal een beetje, in het begin een beetje wennen zal zijn en we zullen daarin wel gesteund worden. En dan zal de komende maanden zal dat wel duidelijker worden.
Waar kijk ik het meest naar uit? Het feit van inderdaad deel te kunnen nemen aan het beleid. Van inderdaad in plaats van uw idealisme en uw maatschappelijk engagement alleen door in die partij actief te zijn of door op een lijst te staan, dat hoop ik toch dat je het misschien inderdaad in de praktijk een beetje kunt uitdragen door inderdaad parlementslid te zijn en dus zo zaken toch te kunnen veranderen ten gronde en ten goede. En hopelijk kunnen wij dat of toch een beetje een steentje bij bijdragen. Bang is onwennig. Onwennig van ja, hoe gaat het gaan? Hoe moet je dat doen? Hoe doe je dat, die schriftelijke vragen, die mondelinge vragen? Hoe begint je aan een dossier? Van, ja, het komt zomaar niet op je schoot geworpen. Dus ik heb nu al vragen ontvangen van mensen voor bepaalde zaken te veranderen. Dan is dat zo van, ja, hoe moet ik daaraan beginnen? En dat is zo wel een beetje de angst die je hebt van, ga ik het wel goed doen? Ga ik dat wel kunnen? Heb ik daar de capaciteiten voor? Kan ik inderdaad niet alleen ideeën uitdragen, maar kan ik het ook veranderen? Dus het is toch wel een beetje een onwennigheid en een angst die er is van, ga ik het de komende 4 jaar goed doen? Want het is niet alleen uw inzet, maar gaat er ook wel resultaten zijn? En daar is toch wel een beetje angst voor, ja.